Op de 10e plaats in mijn favoriete boeken top 10 hebben we het boek van Susanna Jansen, Het Pauperparadijs. Een kort geleden geschreven boek. Het gaat vooral over de ellende van een familiegeschiedenis, waarin de mensen, waarin de hele voorgeschiedenis van de familie in voorkomt. En een beetje visuele cirkel waar deze familie blijft hangen. Voor een generatie of 4, 5. En vooral over de ellende in de 19e eeuw, die toch vooral veel in Nederland voorkwam onder de paupers. Ja, gewoon echt een leuk boek om te lezen. Ja, het is de manier van. Ze geeft gewoon heel gedetailleerd aan hoe het haar van voorvaderen vergaat, zeg maar. Ze heeft heel erg uitgezocht in archieven en. Wat er allemaal gebeurt met haar familie. En je ziet ook bijvoorbeeld dingen terug als in Amsterdam-Noord heb je nu nog de Tuindorpen, geloof ik dat het daar heet. Hoe dat ontstaan is, die dorpen daar. En dat daar dus nu ook nog steeds wat problemen zijn in die wijken. En je ziet eigenlijk dat eigenlijk al heel lang geleden begonnen is. Dat soort arme wijken, hoe dat al heel lang geleden ontstaan is eigenlijk. En aanrader om. Daarom heb ik hem op 10 gezet. En ik zou hem iedereen kan ik aanraden om dit boek te gaan lezen.